Deventer in pakken bij Carlisle, Rotherham of Preston. Want zo is de sfeer hier altijd aan de Vetkampstraat. Echt Engels. Zo zagen we zojuist bij de opkomst. Inmiddels staan beide ploegen klaar met de captains. Ramon, de man rechts, die het verleden heeft in Deventer. Bart Vriends, hij grijnst. Bas Kuipers grijnst. Er is veel om te grijnzen bij beide ploegen, want ze staan er immers goed voor. Rommens trapt. Kijkt daarvoor een herkansing. Kan je. Rommens, Willemsson kruipt er wel voor zijn tegenstander. Die tegenstander maakt het nog behoorlijk lastig. Verschuren. Hij zit zoeken naar Lauritsen. Die staat daar om te koppen. Dan is dit de eerste mogelijkheid van de wedstrijd. Ja, zo moet je hem bedienen. Verschuren in dit geval prima. Doet dat handig. Sparta komt ineens met 3-4 man naar voren. En dan gooit Laurensen letterlijk een speler van zich af. Terugleggen. Nekli staat vrij. Kan het proberen. Daarachter nog de kans om uit te halen. Dan willen ze een penalty. En die krijgen ze niet. Poging van Bakari. Die arm. De VAR Martens zal inmiddels ook wel die hensbal hebben bekeken. Was hij al aan de lijnen gekomen bij Oostrom. Hier is Sparta weer. Sparta dat toch aardig begonnen is. Bal van Kitolano. Gepakt door De Lange. Stuurt die bal richting de verhoek. Kitolano. Dat kan je. Goed gedaan. Willemsson. Dan kan je daar inmiddels uit de draai. Snel geschoten. Beste moment van Go Ahead. 27e minuut. Verschuren. Nekli. Bakari. Sparta met 5 man ineens in het 16 meter gebied. En daar is de beste kopper van allemaal. Hier een poging van Lauritsen. Sparta heeft de overhand in deze eerste helft. Gescoord is er nog niet. Dus Kitolano weer. Nekli wil hem in de voeten hebben. Bakari onderweg. Nekli probeert het zelf. Lastige bal voor De Lange. Clement dan nog voor Sparta. Maar daar is geen ruimte meer voor een actie. De Koesman wint het duel van Willemsson. Kiest voor een uitstekende voortzetting. Hier is Lauritsen. Lauritsen, bal aangeraakt binnenkant paal. Daar komt Go Ahead goed weg. Natuurlijk was dat wat gelukkig. Die inzet die nog van richting veranderd wordt. Maar de paal redt de ploeg uit Deventer hier. Nekli, Bakari. Voorzet van Bakari. En daar komt Kitolano aan. De Koesman, dat is een betere volley dan die van een minuut of twee geleden. Verliest de Koesman. Edvardsen voor Go Ahead. Edvardsen rechtdoor. Edvardsen nog altijd. En het schot ook van Edvardsen. Kap gepakt door Olij. Bal zelden onderweg naar de bovenhoek. Olij ranselt hem eruit. Is dit het startpunt geweest van een wat onstuimiger Go Ahead Eagles? Ja, dus. Hier is de volgende poging al van Lindhorst. Lijkt het een beetje te kantelen in deze wedstrijd. Hier is de volgende aanval van Go Ahead in de maak met Adekanje. Afloop van de kust. Adekanje nog een keer. Edvardsen vrij. Edvardsen, bal aangeraakt. Olij. Thuisploeg leeft op. Rommens. Versnelling in het spel. Willemsson, dat ziet er goed uit. Adekanje met de kans. Adekanje en Olij. Wordt hier niet echt getest door die inzet van Adekanje. Lindhorst. Edvardsen, goede bal van Lindhorst. Edvardsen voor de goal. Dat is de andere Edvardsen, maar die wordt
nogal lastig aangespeeld door zijn naamgenoot. Ja, inderdaad. Hoe moet ik die bal binnenwerken, lijkt hij aan te geven. Kuipers. Willemson aan de kanje. Ineens komt die ploeg in beweging. Aan de kanje. Dat is een goed schot. Het zat zijn tijd om de bal te vragen. Willemson, sterk als aanspeelpunt. Willemson uit de draai en Olij met de volgende redding. Het schat echt helemaal gedraaid in de tweede helft. Dat past net niet voor Rommens. Balletje van Willemson. Rommens herover. Lindhorst heeft een aardig schot in de benen en Olij ziet hem overgaan. Opnieuw Go Ahead Eagles. Edvardsen, dit ziet er nog dreigend uit, want hier is Willemson. Komt niet tot een schot, Lindhorst ook niet. Opnieuw Willemson, nu wel uitgehaald door Willem Willemson. Dit scheelt een halve meter, deze uithaal van Willem Willemson. Getrapt door Rommens, Olij blijft staan, er komt nog een kopbal. En er is Amova er nog heel dichtbij. Een veel betere tweede helft van Go Ahead. Afgezet tegen de eerste 45 minuten toen Sparta de bovenliggende partij was. Maar een winnaar komt er niet. Een winnaar had deze wedstrijd eigenlijk ook niet verdiend. Want zoals gezegd, de eerste 45 minuten was Sparta. De ploeg die kansen kreeg, al waren het ook niet echt van die dotte 100% kansen. Tweede helft drong Go Ahead veel meer aan. Moest Sparta in het defensief, kwam de ploeg van Rijsdijk er eigenlijk nauwelijks meer uit. Dus finishen deze twee ploegen. Zoals het begon vandaag in de Adelaarshorst.